Aan tafel hebben wij theaterdirecteur Mirjam Barendrecht. U bent de theaterdirecteur van Orpheus Apeldoorn. Ja. Leg even uit hoeveel zalen dat zijn en wat de capaciteit is wat u heeft. Wij hebben 3 theaterzalen. De kleinste is bijna 250 stoelen. Dan een middenzaal van 700 stoelen. En een hele grote zaal met bijna 1300 stoelen. Ja, leeg. Ja, hartstikke leeg. Het is dat we nu dat onze technici nu onderhoud aan het doen zijn. Vloeren schuren en lakken en dat soort zaken. Maar het is, ja, het is bizar. Ja, en ik speel daar dus regelmatig. En ik heb het gevoel dat het de laatste 15 jaar, 10 jaar, het enorme opmars is gemaakt in Orpheus. Echt een theater is wat er altijd al was. Maar het is een soort bruisend centrum geworden. Althans, zo ervaar ik dat. Als ik daar ben, jullie achter de schermen, word je fantastisch opgevangen. Het leuke aan 3 zalen is dat je opeens een theatergroep Boedapest tegenkomt die een enorme zware opera doen. En dan ondertussen een kleinkunstenares. Ja. En zelfs tijdens ook probeer je kunst. Het is helemaal leeg. Er is niks meer. Ja, nee, als we inderdaad de 3 zalen gevuld hebben, dan zitten we boven de 2000 man. En dan heb je een totale diversiteit aan voorstellingen en dus ook aan publiek. En ik vind zo'n heel mooi compliment dat je zegt dat je voelt dat het bruist en dat het theater er is. En ook voor iedereen is. En dat is nou ook eigenlijk wat we nu zo ongelooflijk missen. Maar we zitten niet stil, hoor. We hebben wel heel veel ambities voor de toekomst. En die gaan misschien dan in een iets lager tempo, maar ze zijn niet weg. Nee. En wat is nou bijvoorbeeld nu een ambitie de komende tijd? Want er mogen nu dingen, er mogen zalen nu open. Dat gebeurt nu ook, hè? 30 man, niet meer. In juli misschien iets meer, 100 man. Wat zijn jullie plannen voor? Wat is je plan met Orpheus? Nou ja, voor nu, voor de korte termijn gaan wij open met ons theaterrestaurant. En dat combineren we dan met live muziek of cabaret, comedy. De hele week of alleen het weekend? Donderdag, vrijdag, zaterdag om mee te beginnen. Dus morgen is ook echt de eerste avond. We hebben nu de line-up aangekondigd voor juni. En dan volgt volgende week die van juli. Maar wie staat er bijvoorbeeld morgen? We beginnen met Stefanie Struiken. Daarna hebben we Sylvester Zwaneveld. Die de meeste mensen wel kennen van Arie en Sylvester. Ja. Ed Struilaert, singer-songwriter. En begin juli hebben we Jan Beuving en Patrick Nedekorn. Oh ja. Dus, maar dat betekent, dan zit je dus niet in de zaal, maar dan zit je in een restaurant. Ja, je zit in het restaurant op 1,5 meter. Dus heb je een beetje cabaret-achtige opstelling. Wat wel heel, heel sfeervol is, want zo'n zaal met heel veel stoelen en vooral veel leeg is ook niet echt een ambiance. Dus dit is. Sommigen gaan er tussen de gangen door en anderen kiezen ervoor om tussen het hoofdgerecht en het toetje, dat we dan een flinke break hebben en dan. We horen nu ook al de eerste cabaretiers die zeggen, goh, ik wil wel in juli komen, dan wil ik gaan try-outen. Ja. Dus dat kan natuurlijk ook heel erg goed. En heb je dan over 30 mensen die dan eten en dan ondertussen luisteren naar een optreden? Ja, daar beginnen we in juli mee, ja. Ja, we waren al blij dat er 30 gasten mochten zijn en dat het niet inclusief de artiest en het personeel is. Ja. Dus daar gaan we morgen mee beginnen. Ja, en wat is nou jouw scenario? Wanneer gaan we de grote zaal weer opengooien? Denk je zelf? Ja, iedereen zegt dat er een vaccin gevonden is, maar. Wij gaan hoe dan ook in september weer soort van echt beginnen. Wij zijn nu aan het kijken van hoeveel mensen kunnen wij op 1,5 meter in onze zalen hebben. En ook hoe regelen we dat logistiek. Want je moet er ook in en uit kunnen. Het zijn natuurlijk lange rijen. Dus dat mag gewoon elkaar niet passeren. Dus dat is best een uitdaging. Dus we kijken eigenlijk, kunnen we nou niet over het deel van de stoelen het podium vergroten. Zodat we meer met losse stoelen kunnen werken. Zodat je ook makkelijker kunt indelen. En dan hopen we dat we in onze grote zaal iets van 400 mensen toch nog kwijt kunnen. Ja, dan kunnen er 1300 in, hè? Ja. Ja. Maar dat is ten opzichte van heel veel andere theaters, is dat natuurlijk best veel. Ja, maar 1300 man en dan 400 mensen overdelen, dat ziet ook vrij. Ja. Ik was afgelopen zondag bij een geweldige voorstelling van Hans Kesting, Wie vermoordde mijn vader, de solo. Ja. Maar je gaat er ook wel echt anders in. Het is allemaal toch stemmiger. En je hebt niet de blijheid van het er naartoe gaan. Als je eenmaal in de zaal zit, ik heb een fantastische voorstelling gezien. Maar je kunt veel met belichting ook. Hè? Ja. Dus je kunt het wel intiemer maken daardoor. En in onze middenzaal, waar 700 mensen kunnen, daar hebben we nu, we laten nu speciale tafeltjes maken. Die kunnen over de stoelen. Ja. Zodat je je drankje mee naar binnen kan nemen. En dus je zit als artiest ook niet tegen lege stoelen aan te kijken. Nee. Maar we hebben gewoon 175 tafeltjes laten maken. Wat goed. Om gewoon zorgen dat live leuk is. Wie betaalt dat? Wij.
Want dat gaat dus af van het aanbod waar je geld voor nodig hebt. Dat moet je dan maar weer op zien te hoesten. Nou ja, het is nu natuurlijk sowieso ongelooflijk ingewikkeld. Nu maken wij gebruik van die NOW-regeling. En dat zorgt ervoor dat we niet acuut aan het infuus hoeven. Maar ja, 2021 wordt gewoon een heel ingewikkeld jaar. Nou hadden wij in 2018 en 2019 mooie cijfers. Dus we hebben ook een buffertje. Dat is zometeen ook op. Dus ja, ook wij richten onze pijlen op de overheid. En in ons geval is dat dan voornamelijk de gemeente en de provincie Gelderland. En doen zij mee? De provincie Gelderland heeft een substantieel bedrag vrijgemaakt. Waarvan ze deze week of volgende week gaan besluiten hoe ze dat gaan verdelen over verschillende sectoren. Want ja, de cultuur is zwaar getroffen, maar niet de enige getroffen sector. En ik heb er hele goede hoop op dat zij ons er wel doorheen gaan slepen. Ja. Heb je daar al signalen? Nou, ik heb bijvoorbeeld met de gedeputeerde financiën gebeld. Dat is best een goed signaal, is toch? Goed, heel goed signaal. Komt ze ook morgen lekker mee eten? Ja, nou, het is een hij. Hij komt niet mee eten. Maar onze wethoudercultuur, die komt wel. Oh, heel goed. Ja, die heel heeft direct geboekt. Dat is heel mooi. Positief. Dus, ja, nee, maar dat is echt heel positief. En zij vinden ook dat Orpheus een icoon en een parel van Apeldoorn is. En dat het ook gewoon moet blijven. Is het al altijd geweest, hè? Mensen denken, Apeldoorn, ja, je hebt de apenhul, dan heb je het wel. Dat is niet zo. Het is echt een fantastisch theater. Maar het is door de jaren heen. Vroeger was meneer Stans nog. En later kwam... Ja. We hebben zoveel mensen mee. Maar de laatste 10 jaar lijkt alsof het echt een van de grote centrale centra... ja, wat lul ik nou. Voor wie teken je eigenlijk? Nou, ja, we hebben natuurlijk heel veel mensen die ook bij ons werken, maar niet bij ons in dienst zijn. Dan heb je het over schoonmaken en ook allerlei techniek en onderhoud. En natuurlijk alle artiesten. Maar ik dacht, laat ik nou houden tot de mensen die echt bij ons in dienst zijn. En dat zijn 110 medewerkers en daar wil ik heel graag voor tekenen. Oké, ik wens jou toch een heel fijn begin van het seizoen vanaf morgen. Ja. Of het afmaken van het seizoen eigenlijk. En dan wens ik je in september heel veel mooie dingen toe. En ik hoop zo snel mogelijk dat het theater open gaat. Ook voor de grote producties als Hello Dolly of wat dan ook. Ik hoop het ook, Paul. Ja. Ja, ik ga je zien. Ik hoop het. Ga je tekenen? Ja, ik ga tekenen. Oké, veel plezier morgen. Dank je wel. Weet je wat er wordt geserveerd qua eten? Ja, nou, je kunt kiezen, hè? Vegetarische vis, vlees. In ieder geval staan er asperges op het menu. Mooi zo. Apeldoorn heeft asperges. Er wordt enorm geklapt door de aantal aspergestekers die het ook niet makkelijk hebben. Het is een win-win situatie. En aspergestekers worden geholpen. En de medewerkers van Theater Orpheus in Apeldoorn, 110 man, volgens mij. En Mirjam Barendrecht tekent. En ik... Oh, meneer G, goed zo. Succes, Mirjam, en tot gauw. Dank je wel. Cultuur in actie!